Ik wil van dit moment gebruik maken, want het is de eerste pubquiz. Maar het is ook de eerste keer dat we iets speciaals gaan doen. Als supportersvereniging hebben wij ereleden. En daar hebben wij eens heel goed tegen het licht aangehouden. En toen hebben wij gezegd van nou, het moet vanuit de leden zelf komen. De leden die moeten iemand voordragen en daarvoor wil ik Corien even naar voren hebben. Want Corien, dat is een zeer betrokken supporter. Die zit al jaren bij ons in de kastenmister. Zij ontvangt ook de uitspelers. En dat zijn de stille krachten achter de club FC Utrecht. En daar zijn we heel erg blij mee. En Corien heeft heel veel tijd en energie in iets gestoken. En die heeft een heel mooi verhaal opgeschreven. En dat gaat over één persoon die zij graag als erelid van de sportsvereniging ziet. En dat is iemand, dat is ook nog steeds een stille kracht achter die SV. En sterker nog, een stille kracht achter FC Utrecht. Het is een hele grote mond, maar een hart van goud. Hij is, ik heb hem vandaag weer meegemaakt, ik heb hem van de week meegemaakt. En geloof me mensen, dan zeggen wij tegen elkaar, goed dat we elkaar even gesproken hebben. En ik vind het echt een eer dat ik als voorzitter die witte naar voren mag. Die witte is de stille kracht en geloof me, ik heb vanmiddag in de Kuip gezeten en hij zegt gewoon keihard in een overleg. Ja, jullie vinden dat aan te naam de kameraden ook een mooi lied, maar ik vind het gewoon een kutlied. Kijk, wij zijn Utrecht, we hebben onze stempel neergezet en zulke mensen heb je nodig. En die worden wel eens ondergewaardeerd. En ik weet wat hij voor de SV heeft gedaan, want daarvoor staat hij nu hier. Hij is nu verbonden aan de club, maar hij heeft zich jarenlang ingezet voor de SV. En dat moeten jullie niet onderschatten. Hij is terug naast Jan Willem van Dok, die het niet goed ging. Hij had zijn vrienden bij hem en die zitten hier ook weer. De oude jongens zitten daar, die weten wat hij gedaan heeft. Af en toe wel eens een relletje gedaan. Dus hij weet alles en nu is hij degene die de jongens die die relletjes doen moet tegenhouden. Wat kan het gaan in het leven? Maar goed, Robert, je hebt het allemaal. Je doet het en je doet het met vol overgave. Je krijgt nog een ingelijst iets op. Nou, heel mooi iets. Maar we willen je bij deze een erelidmaatschap geven. En ik zal heel eerlijk zijn. Deze, die heb ik al 4 jaar lang thuis staan. Die heb ik echt al 4 jaar lang thuis staan. Die heeft een verhuizing meegemaakt. Want 4 jaar geleden wilden we het al. Maar dit is wel het moment toen wij zeiden, nu komt er een supporter en die heeft echt heel veel tijd, want die heeft echt alles opgeschreven wat hij gedaan heeft. En toen zei ze ook, ja, ik weet niet alles van hem. Ik zei, dat is maar goed ook. Maar van hoog tot laag in de organisatie, ik zie je maar, en mensen die hem goed kennen en die hem minder goed kennen. Robert is een gezicht bij de club en voor de supporters. Wij zijn heel blij dat je er bent. Van mij krijg je deze. Je krijgt nog een officiële ingelijste. Bij het hoort deze spel en die wil ik jou laten overhandigen aan Robert. Robert is je echt van harte gegund. Ik weet dat je nou weer emotioneel bent en niks wil zeggen. Maar we gaan door met de pubquiz. En nogmaals, je verdient het. Meer dan een naam. Dankjewel. Dankjewel. Sire.